De Rode Haan heeft binnen 2 weken tijd opnieuw gekraaid bij het bordeel Mondial op de hoek van de Commissaris en de Zwaardenhovenbruststraat. Vanmorgen vroeg woedde de brand, maar volgens brandweervoorlichter Alton Pinas was het dit keer op de begane grond van het pand die in brand stond. Pinas heeft verder tegenover onze nieuwsdienst aan dat de brandweer er alles aan heeft gedaan de brand onder controle te krijgen. Vandaag na 2 weken, vanmorgen, is hij weer in de fik gegaan. Nadat de brand helemaal geblust heeft, we hebben opgeruimd en de heren waren binnen, hebben we wederom een melding gehad om 6 uur 's morgens dat hetzelfde pand van Mondial wederom in brand staat. En nu de onderkant. Ik kan u zeggen, met man en macht heeft de brandweer geprobeerd om branduitbreiding te voorkomen, want de omliggende panden die zijn vrijwel dichtbij op elkaar. En we hebben ons ingezet om het ergere te kunnen voorkomen. De oorzaak naar de brand wordt nog onderzocht en de brandweer is afhankelijk van de technische en opsporingsdienst van de politie. Het pand zou niet tegen brand zijn verzekerd. Pinas heeft daarbij advies voor de samenleving. Geval, het lijkt cliché, elke brand is er één te veel. Maar het advies dat ik kan geven aan de samenleving is om voordat men van huis gaat een naverkenning te doen, een laatste check-up te doen. Als alle stekkers uit de stopcontact gehaald zijn, als het kastfornuis, de kraan van het kastfornuis dichtgedraaid is, geen aanstekers en lucifer achterlaten voor kinderen als ze er niet zijn. Ook als ze ver buiten bereik zijn, ver vrij relatief. Dus neem het gewoon mee, want de kinderen koken niet. Dan bedoel, plaats er ook melden in je woning, tenminste. Je weet dat jullie ook melden. En op die manier kan het je leven redden. En het allerbelangrijkste ook is, laat je woning verzekeren. Naar statistieken van de brandweer zitten zij momenteel op ongeveer 20 branden vanaf het begin van 2024.